Ja, natuurlijk Fischie hier weer. En vandaag weer een nieuwe commentary. En ik moet even goed inspreken, want ik spreek hierin natuurlijk via mijn nieuwe microfoon. Mijn nieuwe Samsung microfoon. En ik ben echt fucking veel blij mee. Het is €140 was hij of zo. Dus ja, als je het nog niet hebt gezien, kijk mijn setup video. Ik zal trouwens ook nog een linkje even dus naartoe doen. Onderaan in de beschrijving en natuurlijk een annotatie maken ervan. Jullie kijken naar een hele leuke commentary natuurlijk, want allereerst natuurlijk wat over de gameplay. Gameplay is natuurlijk van mij, het was gisteravond, ik was hier samen met Captain Bundy en het is een subscriber van mij. En daar was ik mee even aan het gamen en het was het laatste potje dat we nog gingen spelen. Ik dacht, nou Doom, ik zeg tegen hem, ah, kom op, doe even mee nog, hè, gezellig. En nou, ik haal dus nog een Moab. Hola, een Moab van Fishy natuurlijk. Moab nummer 107 uit mijn hoofd. Oh my god. Ja, ik heb nog meer Moabs op mijn harde schijf staan. Nog wat ACR Moabs en zo. Toevallig twee ook nog op Interchange en zo, regular. Dus die ga ik nog wel even uploaden natuurlijk. Maar ik dacht mezelf, een beetje voor de een beetje actie. In Dom lijkt alles veel drukker, snap je? Dus ja. Een Moab in ieder geval met de MP7, met de Sinus Renex en de Tanks. Standaardklasse die ik altijd gebruik eigenlijk. En ik raad hem ook aan. En het is ongelooflijk, want ik had zeg maar ongeveer tot Moab nummer, nou laat zeggen 80 of zo, had ik nog maar één Moab op Doom. En ik heb er nu dus 5 of 6 of zo. Ik ben zelfs de tel kwijt. Dus ja, gaat al je hart. Misschien dat ik toch uiteindelijk een beetje mijn route vind, zeg maar, op Doom. En ik vind het gewoon nog steeds hartstikke heerlijk om Moabs te halen en zo. Ik probeer ook nu echt voor een dubbel Moab te gaan. Dat lijkt me echt fucking geweldig als ik een keertje een dubbel Moab haal. Want ja, dat haal je niet zomaar, denk ik. Ja, toch? Dus ik moet eventjes afwachten. Ja, want waar ik het er vandaag even over heb, het is een korte commentary, is natuurlijk, ja, je zult misschien iets in de titel in ieder geval, mijn Engelse kanaal. Een heleboel mensen weten dat ik een tweede kanaal heb. Daar upload ik eerst mijn single players op. Die ik nu zo'n beetje een paar van gere-upload heb op mijn kanaal. Want ik vond het zonde namelijk op weg te gooien, weet je. Dat is gewoon zonde. Dus ik denk, nou weet je, re-upload ik ze. Ik heb mijn tweede kanaal leeggehaald. En dat kanaal ga ik dus helemaal Engels maken. Ik had er al eens een keertje een commentary aan besteed. Maar ja, aangezien het zo lang geleden is geweest dat ik het geüpload had. Dacht ik bij mezelf, nou weet je, ik doe het even nog een keer. Want ja, het is natuurlijk ook fijn als natuurlijk ook mijn goede subscribers. En misschien wat ja, de subscribers die wat minder vaak naar me kijken. Die heb ik natuurlijk ook. Dat heeft iedereen natuurlijk. Om ja, te zeggen van nou weet je, abonneer eventjes op mijn tweede kanaal. En ja, vanaf aanstaande zondag zullen jullie daar in ieder geval in eerste instantie een trailer zien. Natuurlijk voor mijn nieuwe kanaal. Ik maak even een trailertje van 2-3 minuten. Ik denk dat dat wel meer dan genoeg is eigenlijk, zeg maar. Qua trailer. De trailer moet nooit zo lang duren, vind ik zelf. En dan ga ik daarna, zeg maar, in de komende weken, ga ik in ieder geval eerst 1 keer uploaden per week. En dan 2 keer per week. En nou, wie weet. Weet je? Wie weet upload ik daar dan nog vaker. En natuurlijk, nou, soms zal er iets van live zijn. Soms zal er gewoon een commentary zijn. Het zal Call of Duty zijn, GTA zijn, FIFA zijn. Battlefield misschien wel, ga ik ook misschien wel doen. Weet ik veel. Maar in ieder geval dan in het Engels. En I can speak very, 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 very good English. So it's gonna be laughing. Zeg maar, ongeveer. Toch? Denk ik. Nee. Ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Nou, ik zal heus wel lekker van die lekkere fouten maken, toch? Dat is ook heerlijk, toch? Van die rare fouten, weet je? Dat je denkt van, nou, dit is very fishy weather. Nee, maar in ieder geval, ik heb er echt heel veel zin in. Heb jij er nou ook zin in? Abonneer even dan op mijn tweede kanaal, Fish Place. Toevallig al een Engelse naam. Hij is al zelfs gepartnerd en zo op dit moment. Dus dat vind ik gewoon ook natuurlijk hartstikke makkelijk natuurlijk voor mij. Dus ik kan ook nog een beetje geld verdienen aan jullie. En ja, ga met me mee zou ik zeggen. We gaan kijken wat de toekomst gaat brengen. Ik hoop natuurlijk van jullie duimpje ook nog voor dit omhoog te krijgen. En jongens, tot de volgende keer. Hè. Bye bye.